Welkom ouders op deze informatieavond voor jullie als ouders en misschien kijken leerlingen ook wel mee. Hallo derdejaars. Ja, het staat in het teken vanavond, in het teken van profielkeuze. Dus wat voor profiel ga je kiezen, wat hoort er allemaal bij, wat kun je verder nog kiezen, wat staat je nog te wachten volgend jaar en ook nog dit jaar. Maar voordat het zover is, wil ik graag nog wat mensen aan jullie voorstellen. Ik ben in ieder geval Mandy Stokkers, decaan voor HAVO-VWO. Vanaf leerjaar 3 kom ik eigenlijk in beeld. En daarnaast hebben we Bert Schutte, die ga ik even voorstellen. Een hele goede avond, Bert Schutte is de naam. Teamleider onderbouw Groenlo, sinds kort. En ja, voor mij is het ook een beetje nieuw, dus we gaan kijken en luisteren naar de advisering met betrekking tot de profielen. Fijne avond gewenst. En dan hebben we natuurlijk nog Adriaan Verschuren, teambegeleider onderbouw. Niet nieuw, maar hij stelt zich nog wel even voor. Hallo, ik ben Adriaan Verschuren, inderdaad de teambegeleider van de onderbouw en Marianne. En ja... Dat betekent dus ook onderbouw voor jullie. Dat loopt een beetje af. Straks gaan jullie naar de vierde, naar de bovenbouw. Maar dan zien we elkaar vast nog wel. Dus ik wens jullie een hele, hele fijne avond. En dan geef ik jou weer het woord, Mandy. Ja, dankjewel. Nou goed, dit zijn de drie mensen die ook vanavond aanwezig zijn. Stel je hebt vragen, dan zit Bert achter de chat om die vragen door te spelen aan mij of zelf te beantwoorden. Als het algemeen een belangrijke vraag is, dan zullen we hem hier behandelen. En anders behandelt hij hem via de chat. Dus stel al je vragen en dan komt het vast goed. Ja, en dan. We beginnen bij voorkennis. En waarom begin ik hier nou eigenlijk mee? Omdat er best wel wat vooroordelen zijn over profielen. Bijvoorbeeld C&M is een pretpakket en NT, ja, die moet je kiezen, want dan kun je alle kanten op. Om die vooroordelen een beetje weg te nemen, hebben we eerst een profielentest. En daarvoor pak je mobiel er even bij. Daarvoor ga je naar menti.com en gebruik de code 6428616. Je hoeft natuurlijk niet mee te doen, maar het is wel net zo leuk als je wel meedoet. Dus ga naar menti.com en toets de code in. Ik ga zelf ook eventjes naar de Mentimeter, want dan kan ik hem verder klikken. Kijken naar mijn presentaties. De profielenavond. En als het goed is, gaat hij het nu doen met de code. De code is, als het goed is, nog in beeld. 6428616. Ik hoor net van mijn collega dat hij het niet doet. Ik ga nog even checken of de code dan goed is. De code die is ondertussen veranderd door Mentimeter zelf. De code is 6697387. Nog een keer 6697387. En dan, als het goed is, kom je dan bij de eerste vraag. Dan beginnen we bij de profielkeusvraag.
De sector gezondheid vraagt een NG of NT profiel. Ja of nee? En dan is het wel gericht op HBO. Ik zie de antwoorden al een beetje binnenkomen. We hebben nu, het is heel klein, 25, 31. Heel veel mensen klikken ja, een paar klikken nee. Gaan we zo kijken of het goed is. Nou, we gaan eventjes kijken wat het antwoord is. Het antwoord wat hierop moet zijn is nee. Want met de sector gezondheid kun je eigenlijk met alle profielen doen. En vaak is het zo, nou, het is handig om biologie te hebben. Alleen als je de sector gezondheid doet op HBO-niveau, dan heb je dat niet per se nodig. Dus ook met een EM en CM profiel kun je de gezondheidssector in. Eén kanttekening, bij verloskunde heb je bijvoorbeeld wel scheikunde en biologie nodig. Dus. Dan gaan we door naar de volgende. Als het goed is, kan ik verder. Even kijken, is vraag 3 in beeld? Ik zie dat er heel veel mensen wel online zijn. Welke stelling is juist? En dit gaat over wetenschappelijk onderwijs. Voor een economische opleiding heb ik een EM-profiel nodig. Rechten kun je studeren met een CNM-profiel. Of techniekopleidingen kun je ook met een NG doen. Het goede antwoord was rechten kun je studeren met CNM profiel. Heel veel opleidingen kun je ook met het CNM profiel doen. Sowieso in de gedrag- en maatschappijsector. De technische opleidingen kun je bijna niet met een NG profiel doen. Vaak heb je dan wel de natuurkunde nodig in het NG pakket. Wat opleidingen zijn wel toegankelijk met een NG profiel, maar op het WO is vaak NT wel een vereiste, want je hebt wiskunde B nodig. En de andere stelling voor een economische opleiding heb ik een EM profiel nodig. Dat is niet juist, want je hebt niet per se een EM profiel nodig. Je kunt eigenlijk met alle profielen een economische studie doen. Wat wel zo is, is dat ze ook wel eens wiskunde B vragen. Dus kijk daar goed naar. En ik zal zo meteen even laten zien wat de eisen allemaal zijn. Dan de volgende vraag. Elke economisch gerelateerde opleiding heeft het vak economie als eis. HBO, niet WO, HBO. Dat is een belangrijk verschil. Veel mensen zeggen ja. En dat klopt. Want bij HBO heb je dat juist wel nodig. Niet voor alle economische opleidingen. Maar als je al nu weet, ik wil de economische richting in ieder geval op. En ik vind economie een interessant vak. Dan neem economie vooral mee. En de laatste. En dan gaan we weer terug naar de presentatie. Voor een technische studie is wiskunde B een eis, wetenschappelijk onderwijs.
Oké, dat klopt. Had ik zo net ook al even gezegd. Wiskunde B is vaak een eis bij de technische studie op WO-niveau. Op HBO-niveau zit daar nog wel eens verschil in. En dan heb je niet per se wiskunde B nodig, ook al is het wel handig om te nemen. Heb je daar nog vragen over? Kom dan vooral op gesprek. Want ik snap heel goed dat leerlingen daar bijvoorbeeld over twijfelen. Gaan we terug naar de presentatie van de PowerPoint. Als het goed is, is die nu weer in beeld. Klopt, hè? Goed. Dan blikken we terug naar wat is al geweest. In het tweede leerjaar hebben jullie mentorlessen gehad, gesprekken met mentoren, opdrachten op de decaan.net hebben jullie gemaakt als leerlingen en ouders die hebben waarschijnlijk dit wel gezien of anders vraagt er even naar dat ze even inloggen en laten zien van wat voor opdrachten staan er nou in. En jullie hebben 2 oktober een Wadan gehad. In die Wadan staat heel veel informatie over verschillende vakken, over doorstroomlijsten en doorstroomlijsten, wat mee bedoeld. Wat kan ik met dit profiel, wat voor een opleiding kan ik volgen? Kijk even goed in die Wadan, wat er allemaal in staat. Ik heb gemerkt dat het delen soms wat vertraagt. Dus ik ga de Wadan nu niet delen, maar kijk eens bijvoorbeeld op pagina 28 over het plusvak. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Of kijk eens naar de doorstroomlijsten voor HBO en WO. Wat voor een profiel je nodig hebt voor de opleidingen. Want dat zijn wel handige weetjes om te weten wat voor een profiel je nu dan gaat kiezen. Zijn er ondertussen al vragen? Nee, dan gaan we verder. Wat voor profielen zijn er? Je hebt het HBO, je hebt het Atheneum en Gymnasium. Dat zijn natuurlijk de verschillende routes hier op het Marianum. En daar in die route zijn allemaal keuzes die je maken. Ik ga toch even proberen om het te delen. Of dat gaat lukken. Want ja, dat vind ik toch wel belangrijk om te delen. Kijken, dan gaan we naar Marianum website. Als jullie Marianum website hebben, en die zien jullie nu in beeld als het goed is, dan kun je naar online presentaties gaan. En dan zie je alle presentaties die worden gegeven op het Marianum. Maar dan zie je ook profielen en sectoren van HAVO, Atheneum en Gymnasium. Nou, ik klik eventjes de HAVO aan. En dan zie je wat voor keuzes er allemaal gemaakt kunnen worden in de verschillende profielen. Dus NT, NG, EM, CM, dat zien jullie hier bovenaan. En dan zie je wat voor profielvakken er zijn en wat een vrij keuzevak is. Nou, die onderste gedeelte, daar kies je 1 van. En dit zijn eigenlijk verplichte profielvakken en waar je dan soms een keuze kan maken en soms niet. Als we dan eventjes NG pakken. Dat is het roze-paarse vlak. Dan zie je dat scheikunde, biologie en wiskunde A eigenlijk vaststaan. Daarnaast kun je een keuze maken tussen aardrijkskunde en natuurkunde. Voor ouders ook. Denk goed na over wat voor een keuze je maakt bij die. Want heel veel zeggen van ja, maar natuurkunde, dat kun je nog wel eens nodig hebben. En wat ik dan vaak merk als decaan zijnde is dat leerlingen in de loop van het vierde jaar toch terugkomen op die keuze. Omdat het in de derde eigenlijk al niet zo goed ging. En in de vierde worden ze zo met het onderwerp gaan ze de diepte in. Dat ze dan in de knel komen. Dus denk goed na van hoe gaat het dit schooljaar? Gaat het goed? Nou, dan is er niks aan de hand. Maar gaat het ja, wat twijfelachtig? En dan kijk ik Adriaan ook aan. Die kan dat beamen. Dan komen leerlingen toch in de knel in de vierde. En als je daar eens een keertje over wil hebben met je mentor of met mij als decaan of misschien teambegeleider of teamleider, je bent van harte welkom, maar ga er in ieder geval over in gesprek als je daarover twijfelt. Goed, weer terug naar het NG-pakket. Je hebt dus een keuze tussen aardrijkskunde en natuurkunde.
En helemaal onderaan heb je nog een vrije keuze. Vrije keuze betekent niet, ik kies hem wel of ik kies hem niet. Je moet er een keuze maken, maar in één vak. Ja? Dit is een mooie vraag. Waarom kun je bij NG-profiel geen wiskunde B kiezen? Ja, mooie vraag. Waarom kun je bij het NG-pakket geen wiskunde B kiezen? Die vraag die heb ik toevallig ook gehad in de mail. Het antwoord is daar niet heel simpel op. Wiskunde B is vaak een technische wiskunde. Vraag maar eens aan je wiskundedocent of aan de wiskundedocent van zoon of dochter wat wiskunde precies inhoudt. En wiskunde A hebben we ervoor gekozen op het Marianum. Dat de keuze is bij NG. En als je toch wiskunde B wilt, dat je dan uitwijkt naar NT. Nu is het zo dat we wiskunde B wel een proef aan het doen zijn in nu het huidige 4 VWO traject. Dus vorig jaar zaten zij in het derde, hebben ze een keuze kunnen maken tussen wiskunde A of wiskunde B. En zijn ze ook zo ingedeeld in het vierde jaar. Voor HAVO hebben we die proef nog niet gedaan, omdat we eerst willen kijken, oké, hoe gaat dat dan op VWO? Maar we zijn er wel mee aan het kijken. Ik hoop dat dat een beetje een duidelijk antwoord is. Als jullie nou meer willen weten over de keuzes, dan kun je dus naar het Marianum gaan, naar de Marianum website, even online presentaties en dus naar onder scrollen voor de sectoren en profielen. Wat je daar namelijk ook vindt is, ik zal hem iets naar beneden scrollen, wat je zoal nodig hebt in de verschillende sectoren. Die zijn hier uiteengezet. Bijvoorbeeld, en het is voor mij heel klein, sector taal en communicatie, die kun je met alle profielen doen. En dan staan er voorbeelden van beroepen wat daar dan bij hoort. En per route van het Marianum is er dus weer een ander lijstje. Zijn daar verder nog vragen over? Nee? Okay. Dan gaan we weer terug naar de presentatie. Dan stop ik deze met delen. En dan gaan we terug naar de PowerPoint. Zien we hem alweer? Nee. Dan delen we hem. Zo. Nu wel. Klopt? Ja, gaan we verder. Vooruitkijkend, wat staat je nog te wachten? Er komen proeflessen aan. Proeflessen is eigenlijk een proefles van bedrijfseconomie. Want bedrijfseconomie, die wordt nog niet aangeboden, maar is wel een keuze in het E&M-pakket. Nou, BECO is dus een nieuw vak en de docent van BECO Bedrijfseconomie, die gaat een half uur les geven aan jullie. Nu is het natuurlijk online. Normaal gesproken zouden jullie naar hem toe gaan in de klas. Maar op deze manier kunnen jullie toch ervaren wat het vak inhoudt. Bovenbouwleerlingen die hebben een interview afgenomen. Ik heb een interview afgenomen met de bovenbouwleerlingen. Die wordt gedeeld door de mentor. En is die nog niet gedeeld, vraag er dan eens naar in de klas. Daar hopen we wat meer informatie te geven over hoe bovenbouwleerlingen hun keuze hebben ervaren. Dan is er een portfolio van de decaan.net. Zou ik wel willen delen, alleen gezien dat het allemaal zo lastig is heen en weer, laat ik dat even achterwege. Wat zie je nou in die portfolio? Wat leerlingen hebben ingevuld op de decaan.net qua opdrachten? Wat ze interessant vinden, wat voor kwaliteiten zij zelf vinden dat ze hebben. En uiteindelijk komt daar dan een portfolio uit. Leerlingen van het VMBO kennen, als het goed is, het programma Kompas. En daarin staan soortgelijke opdrachten om te kijken van goh, wat voor richting vind ik dan interessant. Voor VMBO-leerlingen ook. Als je meer wil weten over het profiel, kom dan gerust langs. Zo heb ik al wel wat leerlingen die nu in 4 VMBO zitten te woord gestaan over, goh, wat is nou een keuze, wat is een handige keuze. Profielkeuze zit er natuurlijk aan te komen eind februari. Dat is een voorlopige profielkeuze en de definitieve profielkeuze die komt eind april.
docenten, leerlingen, ouders, die gaan allemaal in met elkaar overleg, mentoren natuurlijk. En docenten die geven dan weer informatie aan de mentoren en zo wordt het verder verspreid om tot een bewuste profielkeuze te komen. Want bewust moet de profielkeuze wel zijn. Of de goede profielkeuze is, daar komen we natuurlijk gaandeweg achter. Maar wees je bewust van alle informatie die gedeeld wordt. Oud-leerlingenvoorlichting is al geweest. En begeleiding van de leerling naar een vervolgopleiding of een vervolgkeuze, dat is allemaal in de bovenbouw. Zijn er ondertussen vragen? De vraag is bij leerlingen, wat dan boekje per mail ontvangen of meegekregen? Het wat dan boekje is per mail verstuurd naar ouders en leerlingen. En 2 oktober kun je hem vinden, kun je hem nou niet weer terugvinden. Stuur hem dan even een mailtje naar m.stokkers@marianen.nl en dan stuur ik je alsnog toe. Dan van profiel naar studie, want de profielkeuze staat in de vooravond van je studiekeuze. En ik heb er heel bewust neergezet, wees niet bang, maar wees bewust. Omdat je best wel veel informatie kan vinden. Zoals jullie zo net al een beetje bij Mentimeter hebben ervaren, of tenminste wat ik hoop dat jullie hebben ervaren, is dat een keuze niet dat uitsluit wat je denkt dat het uitsluit. Dus laat je goed informeren, kijk het bedanboekje goed even na. En er is een handige website, deze presentatie komt op de website en dan kun je dus op dit plaatje klikken. Daar zit een link achter waar je kunt invullen. Oké, ik zit op HAVO, ik wil een HBO-opleiding voltijd en wat voor een sector heb ik eventueel interesse in. Dan kun je zien wat er allemaal nodig is. Dan komen we bij het onderwerp plusvak. Een plusvak is een extra vak naast je profielvakken. En ja, wat houdt dat dan precies in? Je hebt er allemaal keuzes die je hebt gemaakt in het profiel. En daarnaast wil je bijvoorbeeld nog bij HAVO, CNM, wil je nog biologie extra volgen, omdat je dat gewoon een interessant vak vindt. Maar je hebt al wiskunde gekozen in het vrije keuzedeel. Dan kun je biologie kiezen als plusvak. Een plusvak is heel erg de afstemming nodig tussen docent en leerling. En een plusvak wordt niet ingeroosterd. Dus je bent zelf in de lead met het volgen van de vakken. Een plusvak is wel echt iets om goed over na te denken, want het is niet voor iedereen weggelegd. Denk er goed over na en heb het er eens over met je mentor en met je vakdocent voor het vak wat je als plusvak zou willen volgen. En wat we natuurlijk vragen is een serieuze instelling richting het plusvak. Wel een voordeel van een plusvak is, als je bijvoorbeeld dus wiskunde hebt gekozen in het vrije keuzedeel bij CNM en je hebt biologie gekozen als plusvak en je staat niet zo goed voor wiskunde, dan zou je biologie nog kunnen inruilen voor wiskunde. Dat voordeel kun je dan bijvoorbeeld hebben als je richting examen gaat. Of als je zegt van nou, wiskunde ligt me toch niet zo. Biologie gaat me wel goed af. Ik wil stoppen met wiskunde en ik zet biologie erin. Want dan heb je namelijk niet de achterstand die je dan nog moet inhalen. Maar nogmaals, denk goed na over dat plusvak, want het is niet zomaar iets. Is daar een vraag over? Nou, ik stel een vraag over Cambridge Engels. Als je VWO volgt in het gymnasium, kun je Cambridge Engels blijven volgen in de vierde? Ja, normaal gesproken zou mevrouw Wessels daar wat meer over vertellen. En die vraag die kun je ook neerleggen bij haar. Want een heel specifiek antwoord heb ik daar niet op. En nou ja, zij gaat jullie meer daarover vertellen. Ja? Dan. Ja, de vragen die worden al gesteld natuurlijk via de chat. En ik kan me zo voorstellen dat je zegt van nou, ik moet even over nadenken. Dus we wachten wel eventjes met nou ja, wat voor vragen er nog binnen kunnen komen. Als leerlingen nou veel vragen hebben over profielkeuze, laat ze dan in de mediatheek komen of laat ze een mailtje sturen. Er worden al best wel wat gesprekken gevoerd via Teams. Met leerlingen die met vragen zitten
En vaak komen ze dan al een stapje verder. En natuurlijk, de mentor is en blijft het aanspreekpunt als je met vragen zit richting vakken of nou ja, het loopt niet zo lekker dit jaar, wat kan ik doen? Ik zie dat er verder geen vragen binnenkomen. Nou, er is nog één vraag. Mag een leerling na de leerling type keuze, profielkeuze in de loop van het schooljaar deze profielkeuze nog wijzigen? Als het blijkt dat gekoppelde vakken te moeilijk blijven. Oké. Mag je de profielkeuze wijzigen nog na het maken van de definitieve keuze? Dat mag. En waarom hebben we ervoor gekozen om dan toch eind april te zeggen, dan is het een definitieve keuze? Omdat we dan nog veel makkelijker kunnen switchen, want de roostermaker die heeft namelijk tijd nodig om het rooster kloppend te maken. School heeft de tijd nodig om docenten aan te nemen en daarom zeggen we eind april is de definitieve keuze en kun je het niet meer veranderen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen en die uitzonderingen zijn er ook nog wel tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. Maar we zeggen wel, laat je goed mogelijk informeren. Wees er op tijd mee als je het toch wil veranderen. Want er zijn nu ook mensen die nu nog bij me komen en die zeggen, ja, ik heb vorig jaar een profielkeuze gemaakt, maar ja, het zit toch niet. Het klopt toch niet wat ik heb gekozen. Ja, en dan zitten we al best wel ver in het jaar. En dan moet je zoveel inhalen. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. April is de definitieve keuze, maar na april mag je best nog wel even op gesprek komen en dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen. We kijken altijd naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden, om het maar zo te zeggen. Is de route HAVO, 1 jaar HBO en doorstroom naar de universiteit al een optie? En waar moet je dan rekening mee houden qua profiel? Ja, de optie is er om met een HBO propedeuse hebben we het dan over, om dan door te stromen naar het WO. Het is wel opleiding afhankelijk, want zo is er ook een leerling die graag richting een technische studie wilde op het WO en dan vragen ze toch echt wel bijvoorbeeld wiskunde B op VWO niveau. Het is mogelijk, maar dat is echt opleiding afhankelijk, dus ik heb er geen klaar antwoord op. Dus wil je dat en je hebt al een beetje een idee wat voor een BO-opleiding je daarna wilt doen. Want er zijn leerlingen die dat, die dat eigenlijk al best wel goed weten. Vraag er dan eens naar. Want het is een heel specifieke route. Kan wiskunde A samen met natuurkunde op het gymnasium? Wiskunde A met natuurkunde? Ja. Wiskunde A kan in combinatie met natuurkunde. Daar zijn de meningen over verdeeld hoe handig dat is. De ene zegt het is handig, de andere zegt ja, wiskunde B is wel wat handiger voor om natuurkunde goed te kunnen volgen. Het beste kun je eventjes wenden richting je natuurkundedocent. Die heeft daar wel antwoorden op en die zal je ook echt wel vertellen wat slim is en wat niet. Kan het vak bedrijfseconomie alleen bij profiel EM gekozen worden of ook nog bij andere profielen? Ja, bedrijfseconomie kan alleen gekozen worden bij het E&M pakket. En dat is eigenlijk een bewuste keuze omdat bedrijfseconomie echt gelinkt is aan het vak economie. En je bent bezig met marketing, met berekeningen maken wat ook echt bij een E&M pakket past. En sommige leerlingen die zeggen wel van ja, maar ik kies heel graag bedrijfseconomie, want ik wil misschien nog een bedrijf opstarten. Ik denk dat de meeste volwassen mensen wel weten dat je altijd een bedrijf op kan starten. Je moet, als je BECO, bedrijfseconomie, kiest, moet je je goed bewust van zijn dat je dan bezig bent met rekenen, met marketing. Wat heb ik nodig? Dat je bezig bent met financiële berekeningen. Dus dat is eigenlijk het antwoord. E&M past het beste bij bedrijfseconomie. Met de klasseindeling.
als je bijna hetzelfde profiel hebt gekozen, maar wel net een verschillende keuzepakken hebt gekozen, kom je dan toch bij elkaar in de klas? Oké, ja, dat is wel een goede vraag. Want... Of je de vraag even kan herhalen. Ja, ik herhaal de vraag. De vraag is, hoe zit dat eigenlijk volgend jaar? Kan ik bij dezelfde mensen in de klas komen? Nou, nu zit je in een stamklas. En want ik denk dat deze vraag van een leerling komt. En anders uw zoon of dochter zit nu in een stamklas. En die stamklas heeft gewoon alle vakken hetzelfde. Volgend jaar kiezen ze natuurlijk dus een profiel, want daar gaat deze hele avond over. En bij die profiel horen ook nog allemaal keuzes. En met die keuzes gaan gepaard clusterklassen. Dus je hebt wel een stamklas voor Engels, Nederlands, gym, maatschappijleer. Dat is een vaste stamklas, dus 4H3 of 4V3. En daarnaast heb je nog allemaal clusterklassen. Dus soms zit je wel met dezelfde personen uit je stamklas en soms niet. En kunnen we dat regelen? Nee, eigenlijk niet. Want dan krijgen we zo'n gatenkaas in het rooster waar leerlingen niet op zitten te wachten. En ja, dat antwoord is gewoon heel makkelijk. We kunnen geen rekening houden met wie je bij in de klas wil of moet komen. Is er een mogelijkheid om geschiedenis te kunnen kiezen bij NT of NG? Goeie vraag. Nou, dan zit ik hier ook nog met twee geschiedenisdocenten die dat super belangrijk vinden. Ja, dat klopt. En helaas moet ik jullie teleurstellen, want geschiedenis is ja, echt een maatschappelijk vak. En misschien denken zij, nou, dat is niet helemaal waar. Want ik vind dat ook bij NG pas of bij NT. Ja, klopt. Ja, daar zijn ze het helemaal mee eens. Maar wij kunnen het echt bij een maatschappelijk profiel passen. En daarom zit geschiedenis ook verplicht in die vakken. Dat is ook door de overheid zo beslist. En waarom is dan geschiedenis niet bij NG en T te kiezen? Omdat we al best wel een brede keuzepalet hebben. En dan komen we toch weer op dat gatenkaas rooster. Want als we al die keuzes toch toelaten, daarom zijn we dus ook een proef gestart met wiskunde B en wiskunde A. Als we dat toch allemaal gaan toelaten, dan krijgen we zoveel tussenuren. En dat willen we eigenlijk niet voor de leerling. Dus ja, zo breed genoeg antwoord kan ik nu geven. Mag je het plusvak wel, als plusvak wel bedrijfseconomie kiezen bij... En dat mag, want een plusvak hoeft niet ingeroosterd te worden en je bent zelf in de lead. Dus geschiedenis dus ook, die vraag, en ik zie er al eentje juichen, dat mag. Je mag geschiedenis als plusvak ook kiezen. Er zijn ook echt wel leerlingen die dat doen, omdat ze geschiedenis gewoon een heel interessant vak vinden. En daarom is het plusvak ook in het leven geroepen. Ik zet gewoon even mijn microfoon aan. Dan horen we me wel dubbel, maar dan horen ze me thuis ook. Wat is de meerwaarde om Latijn of Grieks te kiezen boven een andere moderne taal? Wat is de meerwaarde om Latijn en Grieks te kiezen boven... Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk, je algemene kennis wordt daarmee omhoog geschroefd. Veel woorden zijn ervan afgeleid van het Latijn of Grieks, waardoor je op een latere leeftijd veel sneller linkjes kunt leggen bijvoorbeeld. Ja, en hebben jullie daar eigenlijk nog andere toevoegingen op? Het kan een strategische keuze zijn. Als je namelijk heel slecht bent in Duits en Frans,
Mijn microfoon stond uit. Oh, ik denk dat dat komt doordat jij je microfoon had aangezet of zo. Misschien daardoor. Maakt ook niet uit. Nu ben ik de vraag kwijt. Mag je een onvoldoende staan voor een vak in je keuzeprofiel? Mag je een onvoldoende staan in een vak, voor een vak in je keuzeprofiel? Dat mag. En wat ik zo net al zei, maar wat jullie niet hoorden, was... ik ga jullie niet vermoeien met de slaag-zakregeling nu al, want dat is nog wel een eind weg. Je mag een 5 bijvoorbeeld staan voor Engels, wiskunde en Nederlands, want dat zijn de kernvakken. Daar mag je een 5 voor staan, maar 1 5. En je mag een 4 en een 5 staan voor 2 vakken. Maar dat is wel maximaal en dan moet je ook nog eens compenseren. Maar goed, daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Het mag. Waarom geen tweede vreemde taal bij EN als keuzeprofielvak? Dat je en Duits en Frans kunt kiezen. Dat kan. Je kunt bij een EN pakket, kun je... dat is trouwens wel afhankelijk of je HAVO of VWO doet. En VWO is dus ateneum, gymnasium bij elkaar, die noem ik zo eventjes. Je kunt bij VWO Duits of Frans kiezen in je talenkeuze. En je kunt hem dan ook nog eens pakken bij je vrije keuzedeel. Wat niet kan bij HAVO, en ja, dat is wel jammer natuurlijk, als het om een HAVIST betreft. Is dat zo? Kun je dat zien? Nee? Nou, als het een HAVIST betreft, dan kan het helaas niet. Wat je wel kan, is dus een plusvak kiezen. En voor talen, ja, een taal kun je best wel goed zelf organiseren. Want een taal kun je ook zelf een taalkursus bijvoorbeeld doen. En als je dat hier op school als plusvak doet, kun je ook luisterfragmenten, kijkfragmenten van de docent krijgen om zo toch daar vaardig in te worden. Kan je bij EN muziek en tekenen allebei kiezen? Muziek en tekenen. Daar geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als twee talen. Je kunt het als plusvak kiezen. Kun je bij CM ervoor kiezen om geen wiskunde in je pakket te doen? Kun je voor CM kiezen om geen wiskunde in je pakket te doen? Dat kan bij HAVO, dat kan bij VWO niet. Bij HAVO heb je dus vrije keuzedeel waar je wiskunde kan kiezen. Of dus bijvoorbeeld biologie kiezen of nog een extra taal. Dat kan. En bij VWO moet je een keuze maken tussen wiskunde C en wiskunde A. Nou, geluid is gelukkig nu opgelost, ja. Waarom is geschiedenis bij EN verplicht? Waarom is geschiedenis bij EN verplicht? Nou, dat heb ik denk ik zo net al een klein beetje toegelicht. Het is een maatschappelijk profiel. En wij vinden, en de overheid vindt zelfs, dat geschiedenis daarbij verplicht is. En daar ben ik het wel mee eens, want zonder geschiedenis hadden wij onze huidige samenleving ook niet. Heb ik dat mooi gezegd? Ja? Oh. Punten gescoord. Kunnen ouders ook meekijken met de proefles bedrijfseconomie? Kunnen ouders ook meekijken? Ja, als uw kind, zoon of dochter thuis zit, dan kan dat. En als u op het moment dat de proeflessen ingepland zijn, op de momenten dat u thuis bent, dan kan dat. Ik kan wel eventjes vragen aan de docent om de proefles op te nemen en dat we hem dan op de website zetten. Nou, best wel veel vragen. Ik krijg nu meer vragen dan als ik het live doe met een publiek voor me. Leuk. Het is toch minder eng, hè? Vragen stellen. Ja, maar ik vind het leuk. Nou, dat was het, krijg ik van Bert Schutte te horen. Als er nog vragen zijn, nou, mijn mailadres dat heeft denk ik lang genoeg in beeld gestaan. m.stokkers@marianen.nl. Mentor is ook een vraagbaak. Teambegeleider en teamleider is een vraagbaak.
Stel gewoon je vragen. En dan wil ik bij deze afsluiten. Bedankt voor jullie aandacht. En hopelijk snel hier in school weer te zien.